Yo, 10 jaar de proef. Yo. Toch wel, hè? Gefeliciteerd, Sven. Hey, jij ook, hè? Nee. Heb ik nog helemaal niet gedaan, man. Nee. Ik heb niet eens getoast. Godverdomme. Het is wel augustus, hè? Ja, dat doen we nog. Augustus, dan gaan we echt klinken. Hoe kijken jullie erop terug, die 10 jaar? Ja... Ups and downs, hè? Ups and downs. Ups and downs, even kijken. Bij, natuurlijk, beginperiode 1997, dan moet jij maar even beginnen. Wat is jouw gevoel bij 1997? Ja. Hoe ging het eigenlijk? Meneer Leon Ree, die kwam met een idee. En toen zei hij, C, ga je met me mee? Ga je met me mee? Bij de horizon. Ja. En we zijn nog steeds aan het lopen. Nee, even kijken. Ja, we waren gewoon vrienden van middelbare school. En dan besluit je om een demo te gaan maken. En dan wordt die demo opgepikt. En dan ga je verder en nog eens verder. Like the digital underground, you know the sound from the 90s and beyond. Listen, I respond to the hip-hop in your face, man. Feel the bass like the Sarah, ha ha ha. Maar was er iets van een scene toen, daar in Leeuwarden? Jawel, maar er is geen plek om op te treden, zeg maar. Dat is het grote probleem. Er is wel een scene, maar het is meer een slaapkamer scene. Dat is nog steeds zo eigenlijk. Ja, een beetje wel, helaas. Het is echt heel jammer. Hoe lopen die hiphopfeesten een beetje? Er zijn eigenlijk niet zoveel hiphopfeesten. Nee, precies. Theater Romein dicht en zo. Ja, er zijn geen locaties. Dat is gewoon het grote nadeel. Okay. Dat is echt kut. Was het moeilijk dan soms om jezelf te blijven motiveren? Of ging je bijvoorbeeld veel naar andere steden om daar de scene te checken? We hadden de mazzel dat we heel snel opgepikt werden door Brian Busby en René Phillips van CMC. Mm. Dus toen konden we wel heel snel naar de Randstad en dat soort steden, daar Eindhoven, Breda en zo, weet je wel. En Arnhem, Nijmegen natuurlijk, waar Sven vandaan komt. Dus we hadden mazzel. Of mazzel, we hadden gewoon talent. Hey, gewoon afgedwongen, man. I got no beers cause I'm having antibiotics. Yeah, shit, oh man, I'm not no alcoholic for tonight. I tell you, man, I'm living it and y'all recite me. When I come down, you know I'm cooking up the recipe. Be the chef with the blade, I erase whack MCs every time when I be chilling. You know it's here with King of M. Yeah, shit, oh man, my name is Finn. Woo! And you know we're going so is literally. Yeah, come on, baby, yes, you're seeing me through. Komt op een gegeven moment de clip natuurlijk, veel de heat. En dan gaat het balletje lopen, weet je wel. Dan wordt in één keer word je gevraagd overal. En media springt er gewoon bovenop. Ja, die clip, by the way, hadden jullie toen... Dat is natuurlijk een ontzettend mooie clip. Ik bedoel, het is bijna tot op de dag van vandaag onvergelijkbaar qua hoe het eruit ziet. En ja, het is bijna onvergelijkbaar, denk ik, met andere dingen. Ik bedoel, hoewel het allemaal erg mooi wordt, steeds mooier, zeg maar. Maar hadden jullie toen het gevoel van, shit, dit is echt het punt waarop we... Als een komeet gaan? Ja, eigenlijk meer de mensen om ons heen, zeg maar. Weet je wel, zoals de boekers die op een gegeven moment tegen je zeggen van... live band dit, live band zo, we moeten gaan. En weet je wel, natuurlijk wel Leon Ree. Of Leon Ree, Leroy Ree. Ja, Leroy was eigenlijk de man echt van live ook. Die had echt het gevoel van, we moeten het nu pakken, zeg, we moeten het nu door gaan halen. En al die festivals begonnen natuurlijk te bellen. En dat was wel... Dat was wel het punt van, oké. I had to laugh, yes, the silly MCs. You know they can't freeze, listen man. You wanna do it, you wanna do it. Come over here with the beer, with the cigarettes. Listen man, I bust a sweat, do it. Oh yes, it's not a threat. You wanna come? Oh yes, I gotta say thanks to the Karen. I'm sleeping over there in Amsterdam tomorrow. I see Talib Kweli. I do it, oh so yes, I'm harmonizing. Yes, thankfully. Want hoe kwam Nike sowieso op jullie en daaraan gekoppeld? Het is gewoon een dope underground hip-hop track. Het is nou niet dat je zegt een commerciële track of zo. Dus hoe is dat zo tot stand gekomen bij zo'n multinational? Nou, dat was in 2000 was het EK en Nike deed tegelijkertijd een straatvoetbalcampagne. En Nike heeft gewoon een reclamebureau, Wieden & Kennedy. En die zochten gewoon naar een urban of hip-hop team song. En toen zijn ze bij ons beland uiteindelijk. En toen hebben we dat gewoon gedaan. Zijn jullie zelf voetballiefhebbers dan eigenlijk? Ontzettend. Cambuur? Ik heb... Nek? Ja, hij heeft Ik heb 11 jaar gevoetbald. Oh, NEC moet ik zeggen. NEC, hè? Come on, boy. Oh. Ja, nee, maar ik liep er altijd een beetje tussen, hè? Tussen NEC en Vitesse. Ik was eigenlijk het mannetje die zowel met de boys van NEC kon hangen, een van de weinigen, en met Vitesse boys. Dat is gevaarlijk eigenlijk. Dat was heel gevaarlijk. Ik was een beetje het doorspeelluikje van... keep quiet, keep quiet.
I'm still coming at you with the scientific size. This is Gunja, baby, and y'all recognize. Yo, we're better than the average. Yo, what's the beverage? I don't care about the facts. I'ma tell you, man, I'm a cool intellect when it comes to rhyming. I'm combining all the syllables plus the grammar. I'll be the Amma Lab. Yes, you know exactly how it goes. I give proof out to the next one coming up now. Come on, baby, just flip your tongue. What? Hey, het is op dit moment vrij rustig rondom de proef, maar is dat de stilte voor de storm? Ja. Okay. Ja, inderdaad. Gewoon een dikke ja. Ja. We zijn bezig met nieuwe EP. Die komt in september uit. Art gaat die heten. We hebben nu al een track op het internet die circuleert digitaal. Ja, man. Daar heb ik niet eens over gehad, gast. Dus je hebt op onze site Under Construction staat gewoon een vette track, gewoon downloadbaar, weet je? Ballin, baby! Ballin. Gewoon mee weglopen. Nee, maar die krijgt een goede positieve reacties en het is echt nice. Dus ja. Weet je, ik bedoel, we begonnen natuurlijk weer met New York en dan ga je stap maken, ga je kijken, ga je. We deden altijd onze boekings een beetje zelf. Uiteindelijk een andere boekingskantoor ook benaderd, Represent Agency. Nou, en dan sta je toch ook alweer op leuke dingen. Mysteryland voor alle gasten die een beetje crossover zijn, weet je wel. Yo, I be the seed till the me, yes, sunshine in my mind. Oh yes, I'm gonna climb the ladder up above. Listen, man, I love the good beat shit, the hip hop in your face shit. You know the turn up, the bass shit. Yes, I love them A6, I love the Nikes, I love all the sportswear. Listen, man, what I wear is the 95 Flight Club, Michael Jordan. Yes, y'all, that's what I'm sporting. Ja, jullie zeggen dat zelf, hè? En New York hebben jullie opgetreden. Ja. Hoe krijgen jullie die hoek op zo? Ja, dat is Backpack. Gasten, we hebben Raise Your Fist uitgebracht met Dope Days. Via Flying High Records. Die gasten kennen de distributeur Backpack. En die heeft ons opgehoekt. Daarbij kennen we ook nog iemand Inks Lonius. Een female MC uit Brooklyn. Cool. Dus we hebben dat een beetje weten te combineren. En zij ging zelf eigenlijk. Zij zou oorspronkelijk, voordat wij zouden gaan, zouden ze een tour gaan doen. Mm-hmm. En daar zouden wij mee gaan. Maar die tour die heeft zij verplaatst. Dus er bleef eigenlijk alleen onze gigs over voor via Backpack. So. En hoeveel gigs hebben jullie daar gedaan? Twee. Twee. We zouden drie doen. We hebben twee gedaan. Vermoeiende tijd. New York in je face is gewoon echt heel much om in zes dagen gewoon te proeven, zeg maar. En ook nog alle optredens te doen. Ja. En we, zoveel impressies, man. We verbleven in downtown Brooklyn, weet je wel. Het is anderhalf tot twee uur gewoon van Manhattan. Ja. Dus weet je. Je insane. Subway. Jullie hebben op zich heel veel opgetreden natuurlijk al. Voelde het wel heel gek om ineens in de bakermat te staan. Ja, had je nog zo'n speciale, toch een beetje zenuwen misschien? Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Ja, het is toch een reactie. Weet je. Je staat daar, dachten wij dan, in de mecca van hiphop. Het is een beetje veranderd in de tijd natuurlijk, maar dat, met zo'n ideaal ga je er naartoe. Ja. En, ja, dat voel je, weet je wel. Je voelt daar een bepaalde vibe van, oké, wie zijn die gasten, wie zijn bla, weet je wel. Nooit eerder gezien. En als je dan afkikt en je krijgt dan gewoon een goede respons, zeg maar, op je muziek, dan, wauw. Ja, dat is vet. Dat is gewoon een beloning. Dat is gewoon een beloning voor het uitwerken, zeg maar. Yes, y'all. Mark. This is go to the amusement park. What? With my man 50. Yeah. I got all the bitches with me. You know I got the crystal. Crystal. Yo, I got miles and miles, piles and piles of money. I'm not underground or mainstream, honey. Wat is eigenlijk de volgende stap voor de proof? Wat we eigenlijk willen doen is niet alleen maar de proof of zo, weet je. We hebben ook, er komt Duke and Gonzo. Dat is een side project van de proof van C-Major en El Geronimo. Dat willen we gewoon nog mee gaan pushen. Het is ongetwijfeld zul je proof dingetjes gaan herkennen, maar het wordt een hele nieuwe act ook naast de proof die zijn ding gaat doen. En de proof zelf, de EP gaat komen, we gaan gewoon veel optreden. En de volgende stappen zeg maar voor meer producties is natuurlijk zit al aan het hoofdje natuurlijk. Het gaat niet blijven bij een EP, weet je wel. 2008 zal men weer verrast zijn. Maar waarschijnlijk weer praten over The Proof is Back. Go above and go beyond. I go under it. You know I got the storm. Storm. Like the comet. Back in the days. Oh yes, I got the phrase that pays. Like the iced tea. Rhyme pays. Back in 89. Listen man, I say a rhyme off the top of the dome. Me. Yes, I got my man homie. Gumshoe from the improvement. And all of that shit. 12 inches. Ayo, I got the inches. De Engelstalige hiphop in Nederland is op dit moment aan de ene kant heb je een paar acts
die het goed doen. Hè? La Melodia, die doen het goed in Japan via, ja, die zit daar een label. Ja, oké, goed als je daarop in wil haken. Zeg maar. Natuurlijk, we zijn bezig nu wat connecties te leggen in Duitsland. Ja. Ik heb daar ook een boeken benaderd, zeg maar, die zeer geïnteresseerd is om ons weg te gaan zitten. We zijn natuurlijk, ik ben bezig voor via Improvement Records om wat extra distributeurs te benaderen. Dus niet alleen maar met onze huisdistributeur Rush Hour, maar ook met wat mensen echt onder locatie op de on the spot, zeg maar, dus in Amerika en in Japan. En daar moet, moet het gewoon kunnen, want wij zitten gewoon in die vibe, weet je. Je hebt gewoon in Nederland een paar Engelstalige ex, zoals je ook aangeeft, die gewoon toch wel veel affiniteit met elkaar hebben. Mm-hmm. En veel overeenkomsten met elkaar vertonen. Mm-hmm. Dus weet je, ik bedoel, Illicit is er ook eentje, die wordt nooit genoemd, maar die gasten zijn mad goed bezig in Duitsland. Mm-hmm. Weet je wel, en zo hebben we nog keynote speakers die ook wel goed bezig zijn. Zeker. Hoogstwaarschijnlijk wel meegaan in de lijn, weet je. Ik bedoel, keynote speakers hebben in ieder geval toch ook wel iets gedropt al in Japan, zeg maar, op volgens mij Pivine. Ja. Dus dat is nice, weet je, die ontwikkelingen. I also on my feet, you know, we got the beats, we got the treats. Where are the beers, man? We all out of. Listen, man, go to the supermarket. I don't care, rob it, motherfucker. Yeah! Give me some beer, give me some alcoholics. Listen, man, I'm quite bionic. I got the chronic, like Dr. Dre back in the days. You know what I'm saying? Yeah. No, I'm not playing. Oh, no. Yes, what I'm playing is my man Gumshoe. You know what he's gonna do is kick a bus of freestyle. Wow. Vinden jullie het ook enerzijds soms jammer dat het kijk, aan de ene kant voor de ontwikkeling van hiphop is het natuurlijk heel goed dat er zo'n grote Nederlandstalige scene is, zeg maar. Maar vinden jullie als vasthoudende Engelstalige MC's het soms jammer dat het zo overschaduwd wordt? Het heeft wel een beetje met de next generation te maken. Die mensen groeien nu op met Nederlandstalige hiphop. En dat idee van Engelstalige hiphop, dat is het gewoon. Dat is natuurlijk weg. En dat maakt het moeilijker als een Nederlandse act die Engelstalig represent, zeg maar. Je krijgt gauw de connotatie, zeg maar, van hey, doe niet zo moeilijk. Wat doe je moeilijk, man? Ga gewoon, doe gewoon even Nederlands, man, weet je. Ja, 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 maar dat, die vibe, die voel je wel. Tenminste, ja. dat heb ik een beetje. Ik weet niet hoe jij dat... Nee, maar ja. Ja, nee, dat is waar. Ondergeschikt. As long as we get airplay, you know what? Quick and bam, you get it all there. Yes, you know what, baby, now, and we don't give a fuck. You know, we got you stuck in the rhythm, the lyricism, the hypnotisms, or whatever kind of ism, you know it. This is the gun when we keep it flowing. You know, we're growing like a weed plant or whatever, man. I put the seed in the ground, and you know exactly where we get down to. Yes, it's gun baby, yeah, you got the frowns too. The man himself. This is gun baby, I'll be fucking bad for your health, exactly. Yeah. Listen to the scenes that I do the math to it. Listen to the shit where we keep it all fluid. Guns to on the mic and I'm testing 1-2. Now you're coming over this and y'all coming through. What up? Yo, what up? Ik bedoel, zijn genoeg Engelse MC's gewoon gesist naar Nederlands? Ik bedoel, is dat voor jullie absoluut een no-no? Nou, om het eens een keertje te doen of zo, dat is helemaal geen probleem of zo. Maar ons ding, ons hart is gewoon Engelstalig en dat zal het toch wel blijven. En de live shows, gaat dat weer met bands zijn of? Voorlopig gewoon even met DJ. Ja. Misschien later wel weer in een bepaald soort live formatie. Ja. Maar dat moeten we nog even kijken hoe we dat precies gaan doen.